afval is geld waard. Uw afval wordt ook hoe langer hoe meer geld waard. Daarom wil D66 er alles voor doen om het scheiden van afval zo makkelijk mogelijk te maken voor u. Dat betekent dat we zoveel mogelijk en steeds meer huis aan huis zullen ophalen. Daarmee voorkomen we dat er illegaal gestort wordt of dat er overal zwerfafval ligt. En daarmee halen we nu 4 kilo, maar in de toekomst 12 tot 16 kilo op bij u thuis. Want uw afval is geld waard en wordt steeds meer geld waard. Afval scheiden is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. Immers door gescheiden afval aan te bieden krijgen we korting bij al die mensen die het afval weer gaan verwerken. Dat betekent dus ook dat als jij afval niet gescheiden aanbiedt, dat je op termijn daar echt wat extra voor moet gaan betalen. Immers, wij moeten als gemeente ook extra kosten maken. En extra kosten die leiden dan natuurlijk automatisch ook tot extra kosten voor de burger. En burgers die dus goed scheiden, die burgers die moeten ook zo goedkoop mogelijk hun afval aan kunnen bieden. Afval bestaat eigenlijk niet. Afval is pas afval doordat je het door elkaar gooit. Want anders is het grondstof, papier, glas, plastics en zo. Die leveren geld op. Dus het gaat pas geld kosten op het moment dat mensen het niet voldoende scheiden. Op het moment dat mensen meer afval uit elkaar houden, dan wordt het geen afval, maar is het grondstof en levert het geld op. Dus als mensen maar voldoende afval gescheiden houden, word je er rijk van. Van scheiden word je rijk.